Dit boek moest ik gaan zoeken bij de Young Adult sectie. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Veel mensen dachten waarschijnlijk, voor de afgelopen week moet echt moeilijk geweest zijn voor jou. Maar dat was het eigenlijk niet, omdat ik op 5 uur moest opstaan. Maar vandaag, om 7:30 voelde het echt enorm veel vroeger. Hoewel het nu al licht begint te worden, dus dat maakt voor mij totaal niks uit, blijkbaar. Nu ga ik naar de voedingsconsulente en ik ga met mijn fietsen, omdat ik daarna nog naar de markt en naar de bib ga. Goedemorgen, het is nu bijna 10 uur en ik ben onderweg naar de bibliotheek. Ik ben daarna naar de markt geweest en ik heb al mijn buikwijfzakjes meegedaan. Straks krijg je daarvan een boodschappenhol. En ik hoop maar. Ik heb echt veel meer gekocht trouwens op de markt dan dat ik van plan was. En ik hoop maar dat de bibliotheek open is. Want ik heb eigenlijk de openingsuur niet gecheckt. Maar normaal tijdens de week is het open van 10 uur. En ik denk dat zaterdag maar open is tot de middag. Dus ja. En in mijn Diëten voor het Leven vlog ga ik straks een update geven. Over hoe het was geweest bij een voedingsconsulente. Dus als je dat wil zien, moet je kijken naar mijn Diëten voor het Leven vlogs. Die terug beginnen op 1 januari. Allee, die terug online komen vanaf 1 januari. Hallo, ik ben terug thuis. Het is nu 10:30. En het is tijd voor een boodschappenhaal. Waarschijnlijk voor het laatst met het oude introotje. Want ik denk dat ik nu tijdens de herfstvakantie, of misschien zelf, tijdens de herfstvakantie, zelf misschien al vandaag of morgen een nieuwe intro ga filmen. Oké, wat heb ik gekocht? Dan doe ik mijn zakjes mee. Mijn doorzichtige, mijn herbruikbare zakjes van de Colruyt en die kwamen heel goed van pas. Ik had een heel pakje mee en ik heb ze echt allemaal gebruikt. Ik heb een zakje eierkoeken mee. Op de markt is er altijd iemand die staat met eierkoeken. Het is altijd 10 plus 1 gratis voor 5 euro. Ik eet dat zelf niet graag, maar mijn zus en mijn broer en mijn mama wel, dus ik heb die gekocht. Voor mezelf heb ik op hetzelfde kraam 11 van deze zachte pistoletjes gekocht. Met graantjes op. Lekker gezond. Dit was 4,50 euro voor 11 pistoletjes. Dus ook 10 plus 1 gratis. Bij een biokraampje heb ik een trosje bananen gekocht. Voor mijn wafeltjes. En een krop sla. Maar iedereen weet wel dat ik een krop sla eruit zie. En bij een kleine andere boer heb ik een kilo worteltjes gekocht. Lekker gezond nu rond deze tijd. En 3 rode bietjes, want het is een speciale rode bietjes soort waarvan ik de naam niet meer weet. Die je enkel rauw kunt eten. Zo rast. En gelukkig eet ik dat gewoon altijd rauw. Ik vind dat heel, ik vind dat wel aangenaam, die smaak van rode bietjes. Vroeger had ik dat trouwens nooit. En je kan dat niet vers vinden in de winkel. In de gewone supermarkt, als je het in de gewone supermarkt vindt, is het in een bokaal zo op zuur, drank, sap. En dat vind ik eigenlijk niet zo lekker. Maar dus zulke wel. En
Na de markt ben ik naar de bibliotheek geweest. Ik heb nog geen intro voor mijn bubbel. Dus ik zal het gewoon gaan tonen. Het is eigenlijk niet zo heel speciaal wat ik mee heb van de bib. Het zijn namelijk gewoon 3 boeken die ik al gelezen had, maar graag nog wil fotograferen voor een review. Ik had ze namelijk gelezen op mijn e-reader. Take Hate You Give van Angie Thomas. Beste boek voor jongeren 2018 nominatie. En een nominatie voor de kinder- en jeugdjury 2018-2019. Jonas Jonasson, de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Dit boek. Dus ik heb die gewoon allemaal al gelezen op mijn e-reader. En Joshua Zwaan, Emma wil lezen. Het grappige is... Nee, nu is het niet zo grappig. Maar ik had dus verschillende boeken, want ik heb ook nog één niet mee. Namelijk de jongen die 10 concentratiekampen overleefde. En dit boek moest ik gaan zoeken bij de young adult sectie. Deze 2 boeken zaten bij de volwassen fictie. En de jongen die 10 concentratiekampen overleefde, moest ik gaan zoeken bij de jeugdboeken. Zo zie je maar, als lezer kan je heel uitgebreide smaak hebben van leesboeken. Dit had ik trouwens eerder bestemd als een jeugdboek. Dit dus kan wel als volwassen fictie gezien worden. Dit is zeker een young adult boek, maar de 10-jarige die... De jongen die 10 concentratiekampen overleefde, kon ook wel een young adult boek geweest zijn en niet per se een jeugdboek. Maar dat is mijn mening. Want Harry Potter staat ook bij die jeugdboeken en past volgens mij beter als een young adult. Qua genre. En Emma wil leven is echt veel duidelijker een jeugdboek dan een volwassen fictieboek. De Creative Talks gisteren werd trouwens gegeven door degene die de stukjes van Lang Zullen We Leven heeft gefilmd. Dus dat vond ik wel cool. Die heeft ook zo verschillende dingen voor thuis gedaan. Over thuis gesproken, ik ga nu een aflevering thuis kijken terwijl ik even een 10:30 uurtje eet. En daarna ga ik hier een beetje de boel opruimen. Gisteren heb ik trouwens boodschappen gedaan bij de Little Wolf. En ik kreeg er gewoon een gratis adventskalender. Ze deelden die uit naar de klanten. En ik heb gisteren vakje 1 opengemaakt. En ik denk dat ik dan vandaag vakje 2 ga openmaken. Dus helemaal niet mee met de gewone kerst adventskalenders. Want we zijn al de 21ste. Maar het is wel leuk. Ik vind dat echt wel tof dat ze... Dus dat doen, want ja, ze kunnen dat niet zo goed meer verkopen aangezien we al de 21ste zijn, dus aan het einde van de kalender. Ik vind dat wel leuk. Tijd om mijn oudejaarsmenu samen te stellen. Ik moet eerlijk toegeven dat het wel moeilijke weken zijn om die yoga challenge te doen en vol te houden. Gewoon omdat ja, je gaat van feestdag naar feestdag en je hebt bijna geen tijd dat je thuis bent. Of misschien overdrijf ik nu, maar ik ben echt huismus. En gisteren was het moeilijk om het in te plannen, want ik ben ja, vertrokken. Ik heb eerst yoga gedaan, ben dan vertrokken naar mijn werk. Na mijn werk was mijn zus hier.
Daarna ben ik vertrokken naar Kortrijk en tegen dat ik thuis was, was het al veel te laat om nog, later om nog heel wat te doen. Vanmiddag heb ik een etentje. Dus daar ga ik tot vanavond redelijk laat. Dus ga ik nu yoga doen. En met kerst en kerstavond en kerstmis en zo. Oudejaar gaat ook wel moeilijk zijn. Ook al ik normaal graag korte yoga sessies doe. En die uit de Trush Challenge in allemaal een half uur. Wat dat voor mij lang is. Ik ga trouwens iets van t-shirt aantrekken. Want dit is kou. Is het de kou? We zijn de eerste dag van de winter. Ik heb een klein beetje mijn make-up gedaan. Ik vind het echt leuk om te doen de laatste tijd. Alleen de laatste dagen. Nu ga ik iets eten, want ik veronderstel dat mijn mama hier heeft bijna gaan staan. En mijn krul was er even uit vanmorgen, maar nu is zij terug. Thumbs up! Voor mijn leuke krul. Net gegeten, nu ga ik me verder klaarmaken om straks naar mijn ouders te gaan. Ik neem mijn laptop mee, want mijn vlog mis. De vlog moet nog geëdit worden voordat die vanavond online kan. En ik ga het eten, het effectief etentje, begint vanavond rond 5-6 uur. Dus ik ga echt geen tijd meer hebben als ik terugkom om dat online te smijten, want ik ga te laat zijn.